Als er brand uitbreekt in een operatiekamer is dat natuurlijk levensgevaarlijk. Helemaal als een patiënt midden in een operatie zit. Wat doe je dan? Bij de Maartenskliniek in Nijmegen werd deze situatie vrijdag nagebootst. De calamiteit is brand. En dat is een normale brandmelding. Die komt normaal binnen op de brandmeldinstallatie. De bedrijfshulpverlening reageert erop. Die gaat polshoogte nemen. Die bevestigen de brandmelding als het goed is. Bij de OK ook. Het OK vormt een eigen calamiteitenteam. Die starten hun ontruiming. De BHV ondersteunt daarin. De BHV zal de hulpdiensten gidsen naar de OK. En proberen om de samenwerking tussen brandweer, ambulancedienst, GOR, BHV en OK voor elkaar te krijgen. Voor de oefening wordt ook samengewerkt met de brandweer, met hoogwerker. Ja, we hebben in onze procedure staan dat een OK kan vluchten naar het dak. Maar we hebben dat nooit getest. We beschikken zelf niet over een hoogwerker. Daarvoor is de brandweer benaderd. En daarvoor hebben zij aangegeven, dit is een hele interessante oefening voor ons. Ook voor die hoogwerker. Dus die is opgesteld. En die heeft drie OK's geëvacueerd. Of drie patiënten geëvacueerd. De oefening is uniek, want het komt niet veel voor dat de hele OK ervoor beschikbaar is. Op een normale dag kun je niet oefenen op een operationeel OK-complex. Vandaag is het mogelijk omdat er groot technisch onderhoud plaatsvindt op de OK. Dat is één keer per jaar nodig. Wij hebben dit moment aangegrepen om ook een ontruimingsoefening te plannen met een volledige OK-bezetting. En daarbij de disciplines van de veiligheidsregio uitgenodigd om daar aan mee te doen. Om juist een realistische samenwerking op poten te zetten en daar echt van te leren. De kliniek kijkt terug op een geslaagde oefening. Ja, ik denk het eindresultaat van de oefening is goed. Er zijn veel leermomenten voor alle betrokken partijen. En we weten intern waar we onze procedures iets op kunnen verscherpen. We zijn heel blij dat we observatie hebben gehad vanuit het Radboud en CWZ. Dat is onafhankelijk en daar krijgen we een eerlijke beoordeling mee. Daar gaan we mee aan de slag en zo proberen we de zorg veiliger te maken.